أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، وصفوة الخلق أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى كل من اتبع هداه واستمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء، نترحم على شهدائنا في غزة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم وأن يرفع عنهم البلاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم نصرا مؤزرا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفرغ عنهم الصبر. آمين يا رب العالمين، وأن يتقبل شهداءهم بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، هذا الدرس إن شاء الله تعالى ربما نمزجه بكلا اللغتين، يعني اللغة العربية واللغة الهولندية إن شاء الله تعالى، ولكن يعني الأصل اللغة الهولندية إن شاء الله تعالى، لأن هذا ما كنا قد وعدنا به شبابنا. فالشيوخ ديالنا إن شاء الله يعني نحاول أيضا المسائل اللي هي مهمة، نحاول بإذن الله سبحانه وتعالى أن نشير إليها، لأن هذا الموضوع الذي سوف نتطرق إليه موضوع يهم الجميع، هو موضوع في غاية الأهمية بإذن الله. Beste broeders en zusters, ik zal inshallah ta'ala zowel in het Nederlands als in het Arabisch, als ik dat nodig acht, inshallah ta'ala. Want uiteindelijk willen wij dat we met z'n allen iets meekrijgen, inshallah ta'ala, vandaag. Ten eerste, ik ben heel erg vereerd dat ik vandaag in deze mooie en prachtige moskee ben. Het is heel mooi en het is mooi gebouwd. De mensen, mashallah, zijn ook heel aardig en alhamdulillah. En ik ben hier al eerder geweest, maar niet voor de lezing en niet voor lang. Maar de moskee ziet er, mashallah, heel mooi uit. En ik hoop, inshallah ta'ala, dat de moskee, en dat gebeurt ook zoals ik altijd hoor, inshallah, dat gebeurt ook. Dat de moskee, de taak die de moskee moet vervullen, dat die dat ook vervult, inshallah ta'ala. En ik hoor heel veel goeds van onze shuyukh, van onze studenten, van onze broeders en zusters, dat het heel goed gaat, alhamdulillah. Maar ik ben vandaag vereerd om vandaag bij jullie te zijn, inshallah. Het onderwerp dat we vandaag gaan bespreken is het onderwerp van de Koran al-Karim. En het houden en het vasthouden aan de Koran al-Karim. Het woord van Allah subhanahu wa ta'ala. Zoals jullie weten, zitten wij nu in de maand Ramadan. En de maand Ramadan is een gezegende maand. En het is gezegend omdat de Koran al-Karim geopenbaard is in deze maand, de maand Ramadan. En daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Dus de Koran Karim is geopenbaard tijdens deze maand. En dat hebben jullie denk ik heel vaak gehoord, alhamdulillah. Maar waar het om gaat is, we weten dat we heel erg ons best doen tijdens de maand Ramadan om zoveel mogelijk te bidden, om zoveel mogelijk raka'at te bidden en zo goed mogelijk te vasten, zo goed mogelijk goede daden te verrichten. En een van die daden die wij doen tijdens Ramadan is het lezen van de Koran. Het lezen van de Koran. Alhamdulillah, onze jongeren, onze ouderen, tijdens Ramadan zijn ze heel hard bezig om de Koran Karim te lezen. En degene die het niet kan lezen of niet weet hoe hij het moet lezen, die komt naar de moskee en hij luistert naar de imam. Want de imam reciteert de Koran al-Karim van A tot Z
tijdens de maand Ramadan. Dus dan neem je ook wat mee. Dan neem je ook wat mee. En dat is iets moois. Waarom? Want we zijn van mening dat de maand, wat ik net zei, dat de maand Ramadan, de maand is van de Koran, de Karim. En wat ik net zei, in het algemeen gebeurt het ook. In het algemeen gelooft iedereen dat de maand Ramadan een maand is van de Koran. En dat praktiseren zij ook, alhamdulillah, in onze gemeenschap. Alleen de vraag is, binnenkort is de maand Ramadan verstreken. En binnenkort zijn we klaar met de maand Ramadan. Dan gaan we een andere maand in. Alleen de vraag is, alhamdulillah, de vraag is, geven wij dan ook gelijk een vakantie aan het lezen van de Koran Karim? Laten wij ook de Koran Karim achter? Zullen wij ook de Koran Karim weer terugzetten in het kastje waar we hem altijd zetten? En dat we hem weer terughalen wanneer het volgend jaar is. Wanneer het volgend Ramadan. Dat we weer de mushaf pakken en dat we weer gaan lezen. Of moeten we gewoon de mushaf voor ons houden? En dat we daar elke dag, en als het niet elke dag is, om de drie dagen, als het niet om de drie dagen, dan minimaal om de week, dat we daar één blijven lezen. Dat is de vraag. Dat is de vraag. Yani, geven wij vakantie? Zijn wij klaar met het listeren van de Koran Karim zoals we klaar zijn met het vasten? Het vasten van de maand Ramadan. Of gaan wij toch verder? Of is het qira'at uit de Koran juist de ibadah en aanbieden voor Allah subhanahu wa ta'ala die ook buiten de maand Ramadan verricht behoort te worden? En dat moeten we ons allemaal afvragen. Dat moeten we ons allemaal vragen. Kijk, voor degene die de Koran kan lezen, en ik heb het hier over de Koran. Ik heb het niet over de vertaling of over de interpretatie daarvan, ja, niet tafsir, exegese. Nee, daar heb ik niet over. Ik heb het over de Koran. En de Koran is de lokale Arabie, en het Arabisch. Dat is de Koran, dat is wat er bedoeld wordt met de Koran Karim. Dus blijven wij ons gewoon behouden of houden aan het lezen van de Koran, dus aan de Koran Karim, ook buiten de Koran, ook buiten de maand Ramadan, of niet? En als je, kijk, voor mensen wat ik net zei, voor mensen die de Koran Karim kunnen lezen in het Arabisch, die hebben veel meer verantwoordelijkheid als het gaat om het lezen van de Koran Karim dan iemand die niet weet hoe hij moet lezen. Iemand die geen Arabisch machtig is. En degene die Arabisch niet machtig is, die wordt weer verplicht gesteld om met het Arabisch taal, vooral de basisregels, vooral alfabet, om dit te gaan leren, zodat hij de Koran Karim toch nog kan lezen. En dit is niet vrijwillig. Maar gesproken is voor elke moslim en moslima, is het verplicht om een bepaald niveau, om het Arabisch, een bepaalde basis te hebben van het Arabisch, om zo de Koran te kunnen citeren. Daarom de imam Shafi'i. De imam Shafi'i is van mening, hij zegt ook, yani, ta'allum al-Arabiya fardun. Yani, het leren van Lugha al-Arabiya is een verplichting. Dus degene die de Koran Karim niet kan lezen, zijn eerste taak is om toch nog een cursus te doen of bij de imam te gaan en te vragen of hij hem kan leren, of hij hem de alfabet, in ieder geval het alfabet en alles wat daaromheen is, om dit te leren zodat hij de Koran Karim toch nog kan reciteren. En dan heeft het hier niets te maken met welke nationaliteit je hebt. Het maakt niet uit of je Marokkaan bent, of je een Turk bent, of je een Hollander bent, of een moslim. En het maakt niet uit. Het gaat erom, als jij een moslim bent, en jij voelt je als een moslim, ja, dan hoor je gewoon de taal waar de Koran Karim in is geopenbaard, om dit te leren. Alleen wij zeggen natuurlijk niet van dat je de hoogste geleerde moet zijn in Arabische taal, dat zeggen we niet. Maar we zeggen wel op een bepaald niveau. En dat is niet te moeilijk. Dat is niet te moeilijk. Alleen,
er worden bepaalde dingen die een beetje de, onze jongeren ja, niet echt stimuleren om, om Arabische talen of dat niveau te leren. Want tegenwoordig zie je heel veel vertalingen. Heel veel vertalingen, maar niet echt vertalingen. Helemaal niet. Vertalingen zijn op een bepaald niveau wel goed. In sommige gevallen zijn ze goed, maar in sommige gevallen zijn ze gevaarlijk. Vooral als je denkt dat wanneer jij de vertaling, wanneer jij een vertaling van de Koran leest, dat jij dan automatisch ook de Koran leest. Dat is dus fout. Zo moet je niet denken. Want die vertaling is alleen maar een interpretatie van bepaalde mensen, van de vertaler. Dat is het, niet meer dan dat. Maar de Koran al-Karim, en dat is kalamullah subhanahu wa ta'ala, is totaal iets anders. Dat is echt de lafd al-Arabi. Lafd al-Arabi, dus de woorden van het Arabisch. En ja, als je dan, als je denkt van ja, ik heb geen tijd of ik heb geen zin of ik ben niet intelligent genoeg en ik heb geen geld, ik heb dit niet, om die basisregels van het Arabisch te gaan leren. Dus ik heb genoeg aan zo'n vertaling. Ik heb genoeg aan zo'n vertaling. Ik zou zeggen, dat is niet goed, zo moet je niet denken als moslim. Dan moet je niet denken als moslim. Kijk, een vertaling is op een bepaald niveau, wat ik net zei. Soms is het wel goed om als je een bepaalde vers niet precies begrijpt waar het over gaat, dat je de vertaling erbij haalt en kijkt van ja, waar het over gaat. Ongeveer, dan niet altijd 100%. Dat is wel goed. Dat is geen probleem. Maar een vertaling mag geen plaats, ja, niet plaatsvervanger zijn van de Koran als Koran, wat ik net zei. Dus die vertaling kan zijn dat het een negatief effect heeft voor sommige jongeren. Het kan, hoeft niet altijd te zijn. Een andere punt die zeer gevaarlijk is, is het lezen of het schrijven van de Koran al-Karim, van de suwar, van sommige suwar, met die, met Griekse letters, zeg maar, met... Dan schrijven ze Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan schrijven ze Al-Alamin. Dan zeggen ze, ja, oké, yani, dat is genoeg. Dan, er zijn mensen, maal-asaf, jammer. Er zijn mensen die hele juz amma hebben uitgebracht daarom. Ik ben daar niet mee eens. In plaats dat je zoveel moeite doet om de sora met Griekse letters, zeg maar, of hoe je dat noemt, te lezen. Ik denk dat als je het Arabisch gaat leren, dat het jou niet zoveel moeite zal kosten. Niet zoveel moeite zal kosten. Yani, ala kulli hal, dus dit helpt ook niet bij onze jongeren om hen te stimuleren om toch die alfabet te gaan leren. Dus dat is heel erg... Dat is heel erg belangrijk. Waarom? Waarom is het belangrijk? Waarom is het belangrijk dat je de Koran al-Karim echt in lafd al-Arabi leest? Met de, yani, en taqra al-Qur'ana bi lafdhihi al-munazzal. Al-munazzal bihi, yani de oorspronkelijke tekst. Kijk maar naar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wat hij zegt. Al-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, يعني أزق من قرأ حرفا من كتاب الله سبحانه وتعالى فله حسنة. Dus als je één letter leest van de Koran al-Karim, dan heb je één hasana. Één hasana. Maar hij gaat verder, sallallahu alayhi wa sallam, hij zegt وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا. En elke hasana met 10 vermenigvuldigd. Dus elke hasana heb je 10 hasanat eigenlijk. Je hoeft maar één letter te lezen en je hebt de 10 ervan. En niet alleen maar dat. Nee, de wissel gaat verder. En hij zegt, wala, la aqulu alif la mim harf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harf. Kijk, dit is de hadith van Rasul Salam. Dit is de qima, de status van de Koran al-Karim als je dat leest. Dus daarom zeggen we nu van, ja, het is beter dat je echt een beetje moeite gaat doen. Een maand, 2 maanden, 3 maanden. Om zoveel hasanat te krijgen. Dus als je één letter leest van de Koran, heb je het al 10 hasanat. Dan heb je 10 bonuspunten. Dan heb je 10 ajr. Yani. En stel eens voor dat als je
Als je Surat al-Baqarah leest. Je leest Surat al-Baqarah en je leest het in de oorspronkelijke tekst. Zoals die geopenbaard is. En dat je erbij zet dat je elke letter, dat je voor elke letter 10 hasanat krijgt. Ja, ik weet niet wie van jullie, omdat een accountant is of boekhouder. Maar ik kan heel veel tellen, maar het wordt best wel moeilijk om het allemaal te tellen. Misschien wel duizenden hasanat die je dan krijgt. Voor Surat al-Baqarah. Laat staan als je de Koran al-Karim helemaal van A tot Z leest. Met de gedachte dat je voor elke letter dat je leest een 10, dus 10 hasanat ervoor krijgt. Yani billahi alaikum, is dit niet waard? Yani zoveel hasanat, is het niet waard dat je een beetje van je tijd geeft? Om toch de basis, het alfabet van het Arabisch te gaan leren? Nou, ik denk het wel. Ik denk het wel. Maar als je dat niet leert en je leest dus nooit de Koran al-Karim, omdat je het alfabet verwaarloosd hebt en je weet het niet, ja, dan loop je heel veel mis. Dan leid jij verlies. Dus als je echt winst wil meemaken in dit leven en in Yom Qiyam, dat is echt winst. Dit wat je krijgt voor Allah subhanahu wa ta'ala, het gaat om het lezen van de Koran, dat is beter dan alles wat je bezit in deze dunya. Waarom? Want wat je bezit in de dunya zal je achterlaten. Maar die 10 hasanat voor elke letter dat je krijgt, dat is al voor je bewaard. Dat wordt voor je bewaard bij idnillah subhanahu wa ta'ala. En we hebben het niet over dat je de Koran één keer, dat het geldt alleen maar voor één keer. Dus je voor één keer de Koran al-Karim afleest in de maand Ramadan en dat is het. Nee, het geldt voor elke keer dat je leest. Voor elke keer dat je leest, krijg je die hasanat. En die hasanat worden voor jou bewaard en opgestapeld. En je zult zien hoeveel je eraan hebt in het hele namaz, inshallah ta'ala. Daarvoor moet de moslim het, als het ware, om zoveel moeite te doen om de Koran al-Karim, om zich vast te houden aan de Koran al-Karim. Maar je kan je niet vasthouden aan de Koran al-Karim als je niet kan lezen, als je niet weet wat erin zit. Maar het is ook moeilijk om aan de Koran al-Karim vast te houden, om echt je teshabbuth bij de Koran al-Karim, dat je ervan houdt en dat je het hebt in je hart. En dat je... Kijk, er zijn mensen die zeggen, ja, wij houden van de Koran al-Karim en het is het woord van Allah subhanahu wa ta'ala en noem maar op. Wij geloven zeker dat het woord is van Allah en wij geloven ook dat er zoveel hasanat worden gegeven aan degene die het leest. Maar er is een verschil tussen iets geloven of tussen iets geloven gebaseerd op pure kennis en iets gebaseerd op taqlid, het navolgen. Want mensen die horen dat de Koran al-Karim zo'n hoge status heeft, meestal zijn die mensen die hebben deze dingen gehoord. Ze horen het van hun ouders, ze horen het van de imam, ze horen het van dit, en noem maar op. Maar als je echt de status van de Koran al-Karim wil weten en kennen en ook tegelijkertijd in je hart hebt, is wanneer je kijk naar de Koran al-Karim op een wetenschappelijke manier. Op een wetenschappelijke manier. En dat kan je niet doen zolang je niet je best doet om de Koran te leren. Dit is sowieso. En daarna verder te gaan en te kijken naar waarom is de Koran al-Karim zo'n belangrijke of de belangrijkste bron voor de moslims. En het laatste boek dat geopenbaard is. Waarom is dit zo? En als je erachter komt, dan zul je zien dat je een heel ander gevoel hebt. Dat je heel anders denkt over de Koran al-Karim dan hoe je eerder was. Hoe je er eerder over dacht. Het eerste eigenschap van de Koran al-Karim, dat moet elke moslim weten. En als je dit weet, dan weet je ook tegelijkertijd dat je aan de Koran al-Karim vast moet houden. De eerste eigenschap is dat het komt van Allah subhanahu wa ta'ala, het is kalamullah.
is geopenbaard aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam door middel van Sidna Jibril. En hoe weet ik nou dat het woord is van Allah subhanahu wa ta'ala? Hoe kan ik nou weten dat de Koran al-Karim daadwerkelijk het woord is van Allah subhanahu wa ta'ala? Ik kan dat weten door een bewijs. Door dat te bewijzen. Want ik zeg, al-Quran al-Karim mu'ajiz. Al-Quran al-Karim is mu'ajiza. Al-Quran al-Karim is mu'ajiza. Maar het punt is weer, van hoe kan ik nou bevestigen en bewijzen dat al-Quran al-Karim mu'ajiza is? En ik zal zo meteen eindigen, want mu'ajiza wordt het soms vertaald met het wonder. Wonder, het wonder. Zo wordt het meestal vertaald. Nou, dat is fout, dat is een foute vertaling. Dat is een foute vertaling. Wat betekent precies mu'ajiza? Het mu'ajiza komt van een Arabisch woord. A'jaza yu'ajizu, i'jazan. Van het Arabisch woord. A'jaza fulanun fulanan. Wat betekent a'jaza fulanun fulanan? Ay annahu أثبت عجزه ومن عجزه أثبت عدم قدرته على الشيء. Dus hij heeft laten zien dat een persoon, dus een persoon, en hij heeft laten zien dat de ander, dat de ander zwak is vergeleken met zichzelf. Een voorbeeld. Bijvoorbeeld iemand die zegt tegen je. Iemand hij zegt tegen je, ja, ik kan heel hard lopen. Ik ben top in hardlopen en ik kan iedereen aan in hardlopen. En hij zegt tegen een persoon, ik daag je uit. Ik daag je uit dat ik je overwin als het gaat om rennen en om hardlopen. En dan gaan we kijken naar die persoon. Kijk naar die persoon die uitgedaagd wordt, dan zien we dat hij, laten we zeggen, mank is. Hij is mank. Of hij is in rolstoel. En die andere die zegt, jij kan, ik daag je uit, ik ren beter dan jij. Ik ren harder dan jij. En die persoon die heeft gewoon, die kan gewoon lopen, die kan rennen, hij is een atleet. Hier op dit punt, dit heeft niets te maken met i'jaz. Dit heeft niets te maken met i'jaz, met uitdagen om. Dus hij, deze persoon heeft niet laten zien, niet bewezen dat die ander zwakker is dan zichzelf. In het rennen dan, in het rennen. En beter, dat, hij heeft ook niet laten zien dat hij beter is dan die ander. Maar wanneer kan je iemand uitdagen en dat wanneer je die ander overwint, dat jij dan heel duidelijk aangeeft van ik ben de baas en ik ben beter en ik ben best en ik ben dit en normaal en ik ben de winnaar. Is dat wanneer ze ongeveer op hetzelfde niveau zijn en dat de ander ook de mogelijkheden heeft om met jou in strijd te gaan. Als hij die mogelijkheden niet heeft, ja, dan heeft het niets te maken met l'ijaz. Duidelijk? En als die persoon dus laat zien dat hij beter is dan die ander, terwijl die ander ook wel die mogelijkheden allemaal heeft, ja, dan kunnen we zeggen, ja, mashallah, jij bent de winnaar. Niemand kan jou evenaren, als het ware. En dat is wat we bedoelen met wanneer we zeggen al-Qur'an mu'ajiz. Ja, al-Qur'an mu'ajiz, dit is een, zo noemen ze dat in het Arabisch, dat noemt ismu fa'il. Ism fa'il. يعني أعجز يعجز فهو معجز معجز is dat hij de ander heeft overwonnen in iets, in bepaalde dingen. En dat is wat wij bedoelen met de Koran al-Karim, wat ik net zei, dat hij mu'ajiz is, in de zin dat de Koran al-Karim de ander, dus alle mensen, niet alle mensen, nee, mensen en djinn. Mensen en djinn, de Koran heeft mensen en djinn, hij heeft ze uitgedaagd. Eerst heeft hij natuurlijk een Arab uitgedaagd.
Hij zegt van ja, dit is het. Dit is waar ik mee kom. Dit is de Koran. Laat jullie maar eens zien wat jullie hebben. En daarna is het ook niet alleen maar voor de mensen. Niet alleen maar voor de Arabieren. Dus die uitdaging was niet alleen maar voor de Arabieren. Maar ook voor de djinn. Met andere woorden, de Koran Karim die zegt van al djinn, ayo al Arab, jullie Arabieren. Jullie mogen ook steun vragen aan de djinn. Jullie mogen samenspannen om dat en elkaar helpen om iets te komen waarmee de Koran is gekomen. Jalla, doe maar. En uiteindelijk is er niets van terecht gekomen. En een bewijs daarvan, dat er niets van is gekomen, is dat ze yani, van gewoon praten, van het beschuldigen met tong, beschuldigen met taal, zijn ze overgegaan naar strijd met zwaarden. Ze zijn overgegaan met strijd van zwaarden. Dus dat ze zwaarden hebben gepakt, is een bewijs dat ze overwonnen zijn als het gaat om Al-Quran al-Karim. Dus we kunnen zeggen nu, Al-Quran al-Karim a'jaz al-Araba. In Lugha al-Arabi als je dat wil zeggen. Dus Al-Quran al-Karim heeft de Arabieren duidelijk gemaakt dat ze te zwak zijn, dat ze niets zijn. Als het gaat vergelijken met Al-Quran al-Karim. Alleen het punt is waarin. Zometeen gaan we daarover spreken, inshallah. Maar ala kulli hal. Yani de Al-Quran is hier dus mu'jiz. Mu'jiz. Maar als we kijken naar de Koran in zijn geheel als Koran, dan de Koran zelf noemen wij mu'jiza. Mu'jizatun. En voor degenen die Arabische taal kennen, yani al-mu'jiza, al-mu'jizatu, met een ta voor degenen die een beetje Arabisch kennen. Al-mu'jizatu, die ta is niet alamat al-ta'nif. Zoals al-muslim, al-muslimatu. يعني المؤمنة المؤمن المؤمنة بس المؤمنة للتاء خيفت أن تتخات أم فراو دوس إريس نبال التاء نبال التاء دي خيفت أن تتخات أم فراو خات أو فدات أن فراو فراو فورتيس أو فراو فورتيس مار هير زي أوكتا المعجزة تو de mu'jiza toe. Dan denk je bij jezelf, ja, het gaat hier om een vrouw. Zeg maar dat het woord vrouwelijk is. Dat is niet waar. In tabi, dat is niet waar. Wat is die ta hier? Die ta is lil mubalagha. Wat betekent mubalagha? Mubalagha betekent dat het Al-Quran, dat de Koran mu'jiza is. In de zin dat het de hoogste vorm heeft van de i'jaz. De hoogste vorm heeft. De hoogste vorm heeft van de kracht en alles wat er omheen is. Van wat het i'jaz is. En dat er niemand en niets er tegen kan. Niets en niemand. En wij zeggen dus, jij hoort je vast te houden aan de Koran al-Karim. Omdat het, kijk, zo gaat het. Omdat het woord is van Allah. Hij spreekt met je. Hij spreekt je aan. Dus nummer 1. Nummer 2. Wat is het bewijs dat de Koran mu'jiz of dat de Koran kalamullah is? Omdat hij mu'jiz is. Alleen hoe weet je nou dat de Koran mu'jiz is? Dat is iets. En wat is het verschil? Het verschil wat ik net zei. Tussen iemand die heel duidelijk ziet dat iets mu'jiz is. En degene die het niet ziet. Die het alleen maar hoort. Ik zal je een voorbeeld geven. Kijk. Tijd van Sidna Musa. Tijd van Sidna Musa, wij weten zijn mu'jiza, hij heeft heel veel mu'jizat gekregen. Hij heeft heel veel mu'jizat gekregen, sallallahu alayhi wa sallam, yani, alayhi wa sallatu wassalam ala rasulillah. Een van de mu'jizat die hij heeft gekregen is die stok. Hij had een stok, als hij iets wilde doen, dan liet hij hem los. En dan werd hij als een... Want ineens is die veranderd, helemaal de gedaante is veranderd van een zo'n stukje hout naar een echte slang, naar een echte cobra, een echte slang, grote slang. Ja, niet haya, faida hiya haya tun tasa. Grote slang.
Kijk, als je het verhaal kent van Sidna Musa met Firaun en Sahara, Sahara het Firaun, die tovenaren van Firaun. Tovenaren van Firaun, kijk, toen Sidna Musa kwam met zo'n mu'jiza, dus hij liet het los en ineens was dat een slang. En Firaun die dacht, ja, het is slang, het is sihr, het is een tovenarij. Ja, dat is sihr. En toen zei hij, Firaun, hij zegt, ja, maak je geen zorgen, als het gaat om sihr, jij wil ons met sihr aanvallen. Als het gaat om sihr, om tovenarij, die hebben wij ook. Wij hebben de beste Sahara hier in Misr. Dus hij heeft de Sahara, de tovenaren, opdracht gegeven om te strijden tegen Sidna. Sidna Musa, dat is een lang verhaal. Maar uiteindelijk kwamen ze op een bepaalde plaats en iedereen zat te kijken, want het was een grote strijd. Het was een grote strijd. En toen zei de Sahara het Firaun, yani, of jij gooit of wij gaan gooien. En zij zegt, en zij, yani, of jij gooit of wij gaan gooien. En zij wilden heel graag dat zij zelf eerst die stokken gingen gooien. Dus wat deden ze? Ze gooiden hun stokken en die stokken die werden ineens slangen. Ineens werden het slangen. En Sidna Musa, die gooit ook zijn stok. Hij werd ook een slang, een heel grote slang, maar en daarna heeft hij die andere slangen, en omdat, slomben als het ware, helemaal opgegeten. En hier gaat het om nu. Wie zijn de eerste mensen die zijn gaan geloven? Sahara zelf. De Sahara zelf zijn als eerste gaan geloven. Waarom? Precies, want zij zagen de mu'jiza, zij zagen de echte mu'jiza. Want zij gaan hun eigen ogen toch niet toveren. Dat doen ze niet, begrijp je? Ze toveren de ogen van de ander. Maar niet hun eigen ogen. En toen Sidna Musa die stok gooide, dus Firaun, of de Saharat Firaun, die kijken zo aan kapot en ze schrokken ze. Waarom? Waarom schrokken ze? Want ze zeggen, dit kan niet, dit gaat gewoon niet, dit is onmogelijk. Dat er gewoon een stok, een stok van hout, dat die helemaal 100% van de essentie verandert. Van een stukje hout naar iets wat leeft. En dat is slang. Dat kan niet. Dat is onmogelijk, mustahil. Dat is wat hij zeiden van, wacht even, dus degene die de stok heeft veranderd van een leefloos ding tot iets levends, is degene die het levend maakt. En toen zeiden ze van, nee. Amen Nabi Musa, wij geloven in de God, yani in de Heer van Musa. En hoe sterk was dat geloof? Hoe sterk was dat geloof? Dat geloof was zo sterk dat Firaun zei, La usallibannakum fi judu'in nakhli. Dus hoe noem je dat in het Nederlands? Nog een keer? Nee. Salb. Ophangen, precies. En niet alleen maar dat, maar ook de handen en de voeten die moesten afgebroken worden, weggehaald worden. En dit is ook iets heel moois, want kijk wat Firaun zegt. Zoals over de Koran, wat de Koran hier gebruikt voor woord. Hij zegt, وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. Kijk het Arabisch, hij zegt, فِي, in. Terwijl in de Arabisch zegt, لَأُصَلِّبَنَّكَ عَلَى جُذُوعِ النَّخْلِ. Eigenlijk zou hier het woord عَلَى moeten komen. Maar hier is in plaats van عَلَى is فِي gekomen. Waarom? Het geeft aan hoe boos Firaun was en hij zei van, ik zal jullie kruisigen, dat is het woord wat ik zoek. Ik zal jullie kruisigen op zo'n manier dat ik jullie met de boom, yani één en een geheel maak met de boom. Zeg maar, ik zal jullie zo erg
يعني يلي لخام إنس بايكرا ضطشي بين خين في سخيل زي تس دي جذع النخل dus die ding van de stam van die palmboom en jezelf. Dat andere woord, hij was boos. En hij zei van, yani, zijn jullie in hem gaan geloven voordat ik jullie eens toestemming heb gegeven? Amantum lahu qabla an adhana lakum? Zijn jullie in hem gaan geloven voordat ik jullie toestemming heb gegeven? Ik zal dit en dit met jullie doen. Ik zal jullie handen afhakken, ik zal jullie voet afhakken en ik zal jullie nog ook kruisigen. De ergste vorm van kruisiging. Kijk goed naar het antwoord. Het antwoord van de Sahara, wat zeiden ze? Dit is wat ik zeg als de iman in het hart bereikt. En als de iman het hart volmaakt, dat het bergen kan verplaatsen. Laat staan mensen, laat staan vijanden, laat staan die. Bergen kan het verplaatsen. De iman. Ze zeiden, la qalu la dair. Iqdi ma anta qad. La dair, ma'alish, geen probleem. Ma'alish, la dair, wasafi. Yani, akka, wasafi. Tam. Mreed v'aqlik. La dair. Iqdi ma anta qad. Yani, akka, yani, dir li bghit. يعني مت أن يقول يعني دو ياي مار وات ياي فيل فإنما تقضي هذه الحياة ماذا هذه الحياة الدنيا يعني لا تقضي للقضاء دي ياي دود alles wat jij met ons zult doen is alleen maar is beperkt tot deze dunya. Kijk, الإيمان zie je dat of niet? Alleen الإيمان waarop is die gebaseerd? Daar gaat het om. Daar gaat het om. Waar is de iman gebaseerd? Is het alleen maar van, ja, wij horen zeggen? Wij hebben ze horen zeggen? Of ze hebben ze het zelf gezien? Nee, ze hebben de mu'ajiza zelf gezien. En ze zeiden, degene die Musa alayhi salam heeft gestuurd en hem die toestemming heeft gegeven om die stukje hout, stukje, als het ware stokken, ineens een slang wordt, is ook degene die ons heeft geschapen. Dat is ook de schepper van deze dunia, de schepper van ons. En wij gaan terug naar hem. En daarom nusaddiqu Musa. Nusaddiqu Musa ala yaqeen. En Firaun is kiddaab. Dat is wat ze zeggen eigenlijk met andere woorden. Firaun is een kiddaab. Firaun is een mujrim. En zij zeggen uiteindelijk tegen hem, doe maar wat jij wil. Al-Iman. Alleen wat ik net zei, er is al-Iman die jij meekrijgt. Meekrijgt als persoon, yani van je ouders, van je omgeving, van sky, van dit, noem maar op. En hier is al-Iman die gebaseerd is op zelf onderzoek, zelf kijken, zelf bahth doen. En dit is wat ik zeg. De vraag is nu, hoe zit het met al-Quran al-Karim? Denk je nou echt dat de Koran al-Karim minder mu'ajiza is dan de mu'ajiza van Sidna Musa met die stokje? Denk je dat echt? Onmogelijk, juist niet. Waarom? Want de mu'ajiza van Sidna Musa is plaatselijk en tijdelijk. Maar de mu'ajiza van de Koran al-Karim is niet plaatselijk en tijdelijk. Mu'ajiza van de Koran al-Karim ila yawm al-qiyamah. Alleen het probleem zit hem. Als het gaat om mu'ajiza van Sidna Yusuf, van Sidna Musa, die mu'ajiza is met zintuigelijke waarneming. Dus die kan je waarnemen met je zintuigelijke waarneming. Met je zintuigen. Maar de Koran al-Karim, de mu'ajiza is waar te nemen met dit. Met het verstand. Met onderzoek doen. Met ilm. Met kijken van hoe zit het nou. Waarom is dit mu'ajiza? En als ik je nu zeg van waarom is het mu'ajiza? En als je het antwoord daarvan weet. Het antwoord daarvan weet. Dan pas weet je wat echt de qima van de Koran al-Karim.
En dan pas ga je de Koran Karim leil en nahar, yani elke dag en avond lezen. Dan kan je er geen genoeg aan hebben. Waarom niet? Want het is een mu'jiza. Het is een mu'jiza. En de vraag is van, ja, hoe kunnen we weten dat het een mu'jiza is? Kijk, de eerste mensen die uiteindelijk 100% dat meegemaakt hebben en dat zien en dat zij de hoogste kennis hebben van dat de Koran een mu'jiza is, zijn de Arabieren. Waarom? Want de Koran al-Karim is geopenbaard in hun taal. En jullie weten dat de Arabieren hadden niet zoveel kennis. Als het gaat om, als je Arabieren vergelijkt in hun tijd, in de tijd van de Rasool sallallahu alaihi wasallam, een tijd daarvoor, yani in de Jahiliya, als je die vergelijkt bijvoorbeeld met de bevolking van Rome, de bevolking van Griekenland of India of China en noem maar op, dan zie je dat de Arabieren, als het gaat om kennis of wetenschap en dat soort dingen, dat ze daar niet veel mee hadden. Ze hadden niet veel mee. Heel veel van hen, de meeste van de Arabieren konden niet eens schrijven, lezen en schrijven. Er waren heel weinig mensen die konden lezen en schrijven in een Arabisch schiereiland. In de tijd van Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daarvoor ook natuurlijk. Maar waar waren ze het beste in? Ze waren het beste in taal, lua en poëzie en alles wat om de taal heen speelt. En ze waren de meest welsprakende mensen die er zijn. En ze gingen ook elkaar uittesten, elkaar uitdagen met woorden, met welbesprakendheid, met de balagha, met de fasaha, met shi'r, met dat soort dingen. Zij waren daar heel goed in. En in elke markt, als je een plaats waar de poëten van de Arabieren met elkaar de strijd ingingen. En de beste gedicht heeft geschreven, die wordt dan gehangen op de Kaaba. Je kent de Kaaba in Mekka, daar worden ze opgehangen. En de beste vorm van de shi'r dan, van die gedichten van poëzie, die werden daarna genoemd de mu'allaqat. Mu'allaqat. Mu'allaqat, dus de gedichten die zijn opgehangen. Nu, als zij de beste waren, al-Arab, in taal, in balaga, in dit, in alles, en al dat soort dingen, de Koran al-Karim is daarna gekomen. En hij heeft hen uitgedaagd in hun eigen vak. In hun eigen vak. Hij zegt, kijk maar, jullie zijn goed in jullie taal en noem maar op. Kom maar. Kom maar, geef maar een sora of geef maar een paar ayat. Of, doe maar, probeer het maar. Niemand van de Arabieren heeft het ooit geprobeerd. En degenen die het geprobeerd hebben, die waren een schande voor hun volk tot nu in de tijd. Want een van de mensen die het heeft geprobeerd is Musaylima. En weet je hoe hij genoemd wordt? Ila yawm al-qiyama. Hij wordt Musaylima al-kazzab genoemd. Musaylima de leugenaar. En hij werd niet alleen maar door de moslims als leugenaar gezien, maar ook zijn eigen volk. In Beni Salem, als ik het nog heb. In zijn eigen, van zijn eigen stam, zo werd hij genoemd, Til Kizab. Maar alleen als, omdat hij kwam met bepaalde verhaaltjes die echt nergens op slaan. En hij zei soms, Al-Fil om Al-Fil, lahu khurtum un tawil. Al-Fil om Al-Fil, yani, isno, Al-Difda om Al-Difda, lahu niqniqatun. Yani, hij heeft het over een olifant, over kikkers en dingen. Yani. En daarom is hij een schande voor zijn eigen volk. En hij zal ila yawmiddin met deze naam genoemd worden. In elke boek en elke lezingen van geleden en noem maar. Hij wordt altijd als Musaylimat al-Kazzab genoemd. Maar die anderen niet.
Die andere Quraysh bijvoorbeeld, Quraysh, die de beste waren in hun taal. Hè? De Quraysh hadden de beste taal. Quraysh. Yani afsah al-Arab, hum Quraysh. En Quraysh, niemand van Quraysh, zelfs de grootste vijanden, heeft ooit geprobeerd om de Koran tegen te spreken, of de Koran, of om te proberen om te komen waarmee ook de Koran mee is gekomen. Niemand heeft het ooit geprobeerd. Waarom? Dat komt omdat ze zeker wisten dat de woorden waarmee Rasulullah is gekomen, dat het onmogelijk is dat het komt van een mens of een djinn. Onmogelijk, mustahil. Dat zeiden ze ook. Dat zeiden ze ook. Alleen, datgene, dus de boodschap van de Koran Karim, dat is wat de kuffar niet wilde accepteren. De boodschap van de Koran. Maar als het gaat om mu'ajiza, als mu'ajiza, wat zien ze? Dan zien ze, want het gaat om hen. De Koran Karim, hij zegt, ja kom, ik daag je uit, kom maar, laat zien. Laat zien. En uiteindelijk hebben ze het opgegeven. Uiteindelijk hebben ze het opgegeven. En ik zal je nog iets zeggen. Als de Arabieren het opgegeven hebben, dan zijn de niet-Arabieren automatisch ingrepen. Zie je dat? Dus waarom? Want de Arabieren, die waren het beste hierin. En iedereen die geen Arabier is, die volgt hen daarin. Want het is onmogelijk om hogere taal te hebben, hogere yani, gevoel van Lugh al-Arabiya te hebben dan de Arabier zelf. Ik heb het niet over de Arabier in deze tijd. Ik heb het daar niet over. Maar al-Asaf al-Sharid, de Arabieren van deze tijd hebben hun Lugh verwaarloosd en proberen te vernietigen. Maar al-Asaf, echt jammer. En ik vind het belangrijk dat wij de Lugh al-Arabiya hier ook in Nederland een nieuwe leven moeten geven voor onze jongeren. En waar kan dat gebeuren? In de masajid. Vooral wie heeft de belangrijkste verantwoordelijkheid? De hoogste verantwoordelijkheid. Je hebt Marokkanen, je hebt Turken, je hebt Pakistanen, je hebt Afghanen, je hebt verschillende islamitische nationaliteiten hier in Nederland. Maar welke heeft de grootste verantwoordelijkheid hier? Al-Maghariba, Marokkanen. En al-Maghrib, als we het hebben over Maghrib, dan praten we over de Maghrib al-Arabi. Wij zeggen nu alleen maar al-Maghrib, want zij zijn de meeste hier. En als we het over de Maghrib hebben, al-Maghrib, dan hebben we het over hier, heel Noord-Afrika. Wij hebben echt een hele belangrijke verantwoordelijkheid. Dat we Lugh al-Arabi niet zomaar laten uitsterven. Het gaat niet uitsterven, dat zal niet gebeuren. Maar het gaat om ons. Want geloof me, als je Lugh al-Arabiya weghaalt bij onze jongeren, dan haal je automatisch het Koran Karim ook weg. Waarom? En het kan zijn als je Lugh al-Arabiya weghaalt van onze jongeren, dat het Koran Karim misschien wel een gevaar voor ze kan vormen. Ik denk van, ja, hoe dan? Ja, hoe dan? Stel iemand die kan het Koran Karim uit zijn hoofd. MashaAllah, perfect, tajweed, dit en noem maar op, alles perfect. Maar hij kent geen Arabisch of hij kent een beetje Arabisch. Na een tijdje wordt hij misschien imam. Hij begint eerst misschien met Tarawih. Daarna van Tarawih gaat hij naar, hoe noem het, 5 gebeden per dag. En daarna daar vandaan, MashaAllah, springt hij op de mihrab, of de minbar. En als hij om minbar springt, ineens springt hij op een cursus van lezingen, van ilm, van dit. En ineens springt hij op de stoel van de mufti. En ineens mufti. Waarom is die mufti? Want hij kan het Koran uit zijn hoofd. Lelugh al-Arabiya. Kan geen grammatica, geen morfologie, geen belagen, geen niets. Totaal niets. En ineens is hij de grootste alim. En ineens, hij is niet alleen maar de grootste alim, was het maar waar dat hij alleen maar zegt, ja ik ben de grootste alim en dat is het. Nee. Hij zegt dan, ik ben de grootste alim en ik kan ook de andere ulema van vroeger verbeteren. Imam Malik maakt fouten, imam Shafi'i maakt fouten, imam die maakt fouten, iedereen maakt fouten, alleen ik niet. Want ik ben een geleerde, die niemand is hoger dan ik. En dan heb je een probleem.
En daarom zeggen we, yani, hoe meer je Lugha al-Arabiya kent en begrijpt en van Lugha al-Arabiya houdt, hoe beter je je positie kent. Hoe beter jij weet waar je nou aan toe bent. Dus het gaat om de Koran al-Karim. Want als de Koran al-Karim komt, dan zeg je, wacht even. De Koran al-Karim is iets gevaarlijks. Yani, ik bemoei me niet. Ik kan wel de Koran al-Karim, ik kan voor je lezen. Tarawih kan je voor jou doen, alles. Walakin, als het gaat om de uitleg, tafsir van de Koran, tafsir van de ayah, tafsir van dit. Aha, daar hou ik me afzijdig van. Dan ben je goed. Ben je goed. Maar yani, ala kulli hal, dus de Koran al-Karim is heel belangrijk. Dat we die ook respecteren. Niet alleen maar in het lezen, maar ook in het interpreteren. Dat we niet zomaar ons gaan verdiepen in de Koran al-Karim, terwijl we geen instrumenten hebben. Een ander punt. Dus de Koran al-Karim vanuit dit punt is mu'jiz. Dus wij lezen de Koran al-Karim omdat het woord is van Allah. Want hij spreekt met je. Dus het is een directe brief naar je toe. En subhanallah, wist je dat de Koran al-Karim, hoe meer je de Koran al-Karim leest, als je een beetje begrijpt, op een bepaald niveau, als je de Koran al-Karim op een bepaald niveau begrijpt, dan voel je je alsof je يعني أعجزهم بالتدريج فأتوا بمثله فأتوا بعشر سور من مثله فأتوا بسورة منه يعني شوف أخي ليس المقصود به أنهم أعجزهم بالتدريج فقط يعني أعجزهم بلفظه وليس في التدريج التدريج لا يوجد في الإعجاز التدريج إنما يوجد تدريج في المسائل الحكمية مثلا يوجد تدريج في تحريم الخمر يوجد تدريج يعني في احكام في الخمر يعني الخمر هل هو حرام ولا حلال ولا كذا يعني كاين ايات يعني يوجد فيها ايه تقول انه لا يجوز لك يعني ان تصلي وانت يعني انت سكران ولا لا ولا يجوز كذلك والآية الأولى قبل ذلك يعني في سورة البقرة يعني الله سبحانه وتعالى بيّن في الأول ماذا بيّن؟ بيّن بأن للخمر فوائد ويعني منافع ومفاسد بيّنها ثم بعد ذلك تدرج إلى أكثر فبيّن بأن المسلم لا يجوز له أن يصلي وهو سكران ثم بعد ذلك جاءت الآيات الأخرى يعني بيّنت الحكم المطلق الحكم المطلق أنه لا يجوز لك أن تشرب الخمر لا في الصلاة ولا خارج الصلاة واضح؟ هذا في الأحكام نعم أما يعني في الإعجاز في الإعجاز هذا يعني فأتوا بمثله يعني ثم قال فأتوا بعشر سور من مثله هذا فأتوا بمثله هذا إعجاز هذا إعجاز بنفسه كذلك فأتوا بعشر سور من مثله هذا إعجاز بنفسه فأتوا بسورة منه هذا إعجاز كله إعجاز إذن ما دام كله إعجاز فليس هناك تدريج واضح؟ إلا يعني ربما تقول لي أعجزهم في الأول قال لهم مثلا هذا القرآن معجز يعني بصفة عامة يعني عمم قال هذا القرآن بصفة عامة معجز ثم تبين للعرب أنهم لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله بمثله يعني بصفة عامة مثل القرآن ثم بعد ذلك خفف عليهم خفف عليهم هذا التخفيف ما معنى خفف عليهم خفف عليهم ليستدل لهم ليبين لهم بيانا واضحا بأنهم معجزون من جميع الأوجه بمعنى أنه طيب أنتم يصعب عليكم الآن أن تأتوا بالقرآن الكريم بالكل طيب إذا كان هذا صعبا عليكم فأنتم تظنون بأنه صعب عليكم بكليته فأنا أتحداكم كذلك بصورة منه يعني أو بعشر سور في الأول قال بعشر سور من مثله
طيب الآن نقول لك وخسد، إذا لم تستطع أن تأتي بمثله يعني بمثله يعني فأتني بعشر صور منه. خففت عليك الآن، ولكن هل تخفف لي أي شيء؟ تخفف لك ولا تخفف لي لأستدل لك بأن هذا من كتاب الله، بأن هذا معجز بكامله. ثم بعد ذلك انزل معاك، معليش انزل معاك إلى حتى تحت كاع، نقول لك فأتوا بصورة منه، فأتوا بصورة منه، يعني خففت عليكم، هكذا ما يقول الله سبحانه وتعالى للقريش، يعني خففت عنكم تخفيفا كبيرا عظيما. شفت؟ وهذا التخفيف وهو في يعني في 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 يعني عندما قال لهم فأتوا بصورة منه، هذا أدل على إثبات العجز للعرب. هذا الله سبحانه وتعالى يريد فقط أن يثبت العجز للعرب، ولم يرد أن يبين بأن القرآن فيه ما هو معجز في ذاته وفيه ما هو ليس بمعجز في ذاته، لا أبدا، بل القرآن كله معجز، القرآن كله معجز. إلا أن في الطريقة، طريقة الإلقاء، يعني طريقة إثبات الإعجاز للعرب، يا شوف معي، طريقة إثبات الإعجاز للعرب، هذا هو اللي كتهضر عليه الآية هذه، وليس في كون القرآن معجزا في ذاته، فالقرآن معجز بذاته ما فيش لا تدريج لا شهادة. واضح المسألة إن شاء الله تعالى؟ يعني لأن هذا السؤال اسمحوا لي، لأن السؤال يعني ورد باللغة العربية وهو مهم، وسؤال مهم. فلذلك الله سبحانه وتعالى هنا يعني كان واحد الآية أخرى نسيتها أخو الكريم أو أختي الكريمة، لست أدري من سألني هذا السؤال، وهو أن الله تعالى أغلق الباب في هذا الأمر. ماذا؟ الآية الأخرى ليش دك الباب خلاص؟ ماذا؟ ما شنو كتقول الآية في سورة البقرة؟ فإن لم تفعلوا أشنو؟ ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. شفت؟ هذه الآية هذه سد بها الباب خلاص، باش تعرف بأنها صافي، يعني انتهينا، أنا عجزتكم في القرآن بكامله، يعني قلت لكم يلا جيبوا، يعني سهل عليكم، يعني جيبوا شي حاجة منه، ثم بعد ذلك في عشر صور تعال جيبوا وكذا، ماشي غير ذاك الشيء، حتى أنه يعني في يعني القرآن كذلك يعني بيّن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة، القرآن الكريم أشوف بعضهم لبعض ظهيرة، الجن والإنس شو ظهيرة؟ شو المقصود بالظهيرة؟ شكون اللي كيعرف شو العربية؟ يعني الظهير هو المساعد، الظهير هو الذي يظاهرك على شيء، يعني يساعدك على شيء، دوساي هاي هاي هلكشيا دوس مات اون وورد او كفراخي ستون او كالخانز سام سبان، الجن والإنس سام سبان وهم ذا القرآن دي كوم كانيد، مستحيل. إذن فالقرآن الكريم دوس القرآن الكريم يس هيل داو معجز من الأول ديالو حتى الأخر ديالو، يعني في المبخين توت totdat het eind. Alleen waar een mijn verschil is, waar zit hem precies als het gaat om Lugha al-Arabiya, als we puur kijken naar Lugha al-Arabiya, waar zit l'i'jaz precies in als het gaat om Lugha al-Arabiya? Kan ik je nu niet uitleggen. Waarom? Want dan moet je een hoog niveau hebben aan Lugha al-Arabiya, balagha. Want dan gaan we spreken over يعني i'jaz al-Nazm li Abd al-Qahir al-Jurjani wal akhar qaal la innama huwa li fasahati wa balaghati wal akhar kadha wal akhar qaal li sarfa. صرف يعني أن الله سبحانه وتعالى صرفهم العرب يستطيعون أن يأتوا بمثل ما جاء به القرآن، إلا أن الله تعالى صرفهم عن أن يأتوا بمثل ما جاء به القرآن، صرفهم يعني صرفهم هكا، يعني هو القرآن الله سبحانه وتعالى جعلهم عاجزين عن أن يأتوا بمثله، يعني أنه ما عطاش لهم عرفت خين فراي هيت خايفة أم معتزلة نأندر فرهاد وإلى بخير إلى بدينا في هذا يعني ما غاديش نكملوا ما غاديش نكملوا نحتاجوا يسمو متأخرين هو خمني فو أرابي شاب أنا تاب من مسكين الله أعلم وبدت نفوني تدرين لكي على كل حال مسكين عند التوكمس رأيت برادو فانا اللغة الإعجاز القرآن الكريم من التوكمس إن شاء الله تعالى maar een ander punt ik zal je een kleine punt geven zodat je weet wanneer je de Koran الكريم هي فاستهاوت عند القرآن الكريم دوس هات لير فان القرآن الكريم أنا وكت بروبير أندر زوكت دون نال القرآن الكريم واتشي دار فان لير فوربل واتشي دار أو كان هاب
القرآن الكريم زوجو عايز هدى للمتقين كيف نيت الهدى الهدى عايز هدى فور ياو عايز الليدن فور ياو يبدو في فان مسلمس فراغ خين هداية فور زيخزالة إدرين فراغ الهداية فور زيخزالة يهدين الصراط المستقيم ويتش وارد الهداية إن زيت إن زيت من القرآن Dus als jij de Koran Karim leest en begrijpt wat erin staat, een deel of alles, weet dan dat jij bezig bent met de hidaya. Je bent bezig de hidaya te begrijpen. En kijk maar, de Koran Karim, hoe hij spreekt over het punt dat de Koran Karim hidaya is. We hebben net een ayah gelezen. Yani shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu zid hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Maar we hebben een andere ayah. En dat is ook yani, voor de broeder of zuster die deze vraag heeft gesteld. Als we het goed kijken van in welke ayah kunnen we heel duidelijk zien dat Allah subhanahu wa ta'ala spreekt over dat de Koran Karim de i'jaz doet van de Arabieren. Welke eerste ayah? Als we bijvoorbeeld het mushaf open doen, lezen we surat al-Fatiha, dan al-Baqara, dan Ali Imran, dan gaan we zo tot Qul a'udhu bi nas. Klopt dat of niet? Yani, welke ayah komen we als eerst tegen die duidelijk aangeeft dat Allah, yani daagt de Arabieren uit om met iets wat de Koran of aan te geven van de Koran is mu'jiz. In welke ayah? لا هذا يدل على أن القرآن نزل بلسان العربي لا ولكن هذا ليس فيه هذا إعجاز لنا نحن لا كغير عرب يعني نعم بارك الله فيك ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه This is the first ayah علينا هو دان يعني هو دان Dat kan je alleen begrijpen aan de hand van hun taal. Alif, lam, mim. Sommige ulema zeggen dat het is met een mutashabihat. Mutashabihat behoudt in Allahu a'lam bi muradiha, yani de echte betekenis van deze ayah is bij Allah subhanahu wa ta'ala. Sommige ulema zeggen nee, er is zeker een betekenis van, zoals bijvoorbeeld de imam Zamkhshari, rahimahullah. Imam Zamkhshari zegt alif, lam, mim, hij zegt tegen de Arabieren van het boek, de taal van het boek is van taal of van de letters gebouwd op letters die jullie ook gebruiken in jullie eigen taal. Jullie gebruiken bijvoorbeeld alif, jullie gebruiken bijvoorbeeld lam, jullie gebruiken lamim. Vandaar is dit boek ook gekomen. Dit boek is niet buiten jullie taal. Zie je dat? Sommige ulema, yani, dat is een hele sterke mening van Zamkhshari, want het was grote alim in lugha. Alif, lamim. Maar hier zegt hij, ذَلِكَ الْكِتَابُ ذَلِكَ ذَلِكَ is een ism ishara lil ba'id, zo noemen ze hem in de lugha al-Arabia. Het is een verwijzend woord naar iets wat ver is. Je hebt hada, en je hebt ذَاكَ of ذَلِكَ, is nog verder. ذَلِكَ Alleen hier, dhalika hier. Maar gesproken, de Koran is voor ons. Allah subhanahu wa ta'ala, hij spreekt over een boek die al is. En die duidelijk is ook voor de Arabieren. Maar toch gebruikt hij een verwijzend woord. Yani, de ism ishara lil ba'id, zo wordt hij genoemd. Waarom? De ism ishara lil ba'id, lees is, yani, maqsood bihi al-ishara al-hissiyya. La, de maqsood bihi al-ishara al-ma'nawiyya. يعني بمعنى أنه بعيد جدا 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 معنويا لا يصل إليه أحد. بتيكن دوس. The verwijzing, zo'n verwijzend woord van dat is een boek. Dit is een boek. Dat. Misschien in het Nederlands, ik weet niet hoe dat overkomt in het Nederlands, maar in Lugha al-Arabiya komt dit erover van als je ذلك betekent, het geeft een hoge status
in de ma'na, in de betekenis. Met andere woorden, het is niet zomaar een boek. Het is een boek die bijna, die niemand kan evenaren en erbij kan komen. Niemand. Limaadha li'annahu kitabullah. Dit is zalika. Shift. Thumma al-kitab. Al-kitab. En is heel veel mensen erover, maar één, heel veel uitleg daarin. Maar dit wordt over de alif lam. Bijvoorbeeld in Lugha al-Arabiya. Iemand die zegt tegen je, ik ben gisteren, laten we zeggen, Ali tegengekomen. En jij kent Ali goed. Wat zeg jij? Jij zegt in Lugha al-Arabiya, ذلك الرجل. Met een alif lam. ذلك الرجل. Het is alsof je alle eigenschappen, de beste eigenschappen van Rujula, van Rijal, hebben samengevat in die persoon, in die Ali. Dus alsof je de beste eigenschappen van alle mannen samengevat hebt in die man, alsof hij de enige Rajul is. Zie je dat of niet? En de ulema zeggen hier, ذَلِكَ الْكِتَابِ Al-kitab. Yani alle boeken die waarvan jullie denken dit en zo, maar dit is een boek die de hoogste vorm heeft, de hoogste is. Dit is, als je echt een boek zou noemen, een boek, dan is dit het. Alle beste eigenschappen van alle boeken van dit en noem maar op, zitten hierin. En hoger dan dat. Zo kan je het interpreteren. Maar waar het echt in zit van de i'jaz, die heel duidelijk is, is la raiba fihi. La wordt in Lugha al-Arabi la een nafiya lil jins genoemd. Daarom zeg ik Lugha al-Arabi, ik doe dit expres zodat jij straks om dat nadenkt en toe Lugha al-Arabi gaat leren. Inshallah. La raiba, la. Als je zegt, je gaat naar huis bijvoorbeeld, of naar een beet of naar een kamer, en iemand vraagt je en zegt tegen je, is daar iemand? Of is daar een man? Of is daar een man in die... bijvoorbeeld een vrouw zegt tegen mij, tegen jou van die plaats of die ruimte. Is daar een man? Dan, als jij zo zegt. La rajulun. Kijk. La is ontkennend. Niet of geen. La rajulun. Fil beiti. Dan kan het zijn dat er meerdere mannen zijn. Het kan zijn dat er dus geen man is, maar het kan zijn dat er juist meerdere mannen zijn, maar niet alleen. Niet alleen maar één, maar meerdere. Zie je dat? Het kan. Je kan het zo interpreteren. Daarom zeggen ze in Lugha al-Arabiya, en vooral in de Usul zij zeggen, يعني هذا ظاهر في النفي. Dan noemen ze dat eigenlijk, ik wil jullie daar niet om dat lastig te vallen. Maar ik geef alleen maar een voorbeeld zodat we deze ayah nu begrijpen. Maar als iemand tegen jou, of als een duidelijk antwoord, in Lugha al-Arabiya, om duidelijk aan te geven van er is daar geen man te vinden, dan moet je niet zeggen la rajulun, maar je moet zeggen la rajula. Kijk, alleen maar dit, hè? Lun, la. La raju, la. Waar zitten we met de klank alleen, hè? De klankshakel. La rajulun, la raju, la. Als je zegt la raju, la, dan betekent dat er is niemand te vinden daar van man. Er is niemand daar te vinden van man. 100%. Waarom? Want het is qat'i in de nafi. En daarom wordt dit la nafi al jins genoemd. Dus iedereen die zichzelf man mag noemen, is daar niet. Is er niet. Duidelijk? Want, ja, niet alle kulihal is best wel moeilijk om al die grammaticale dingen te uitleggen. Maar ik hoop inshallah dat je op dat punt, ja, niet tot hier, een beetje begrijpt. Nu, la raiba. Is het met la raiba gekomen? Niet met la raibun. Bijvoorbeeld, la raiba. La raiba hier. La is nafiya lil jins. Raiba, dat is de ism la. Zo wordt hij genoemd in de Lugha al-Arabiya. Met andere woorden,
Met andere woorden, rij betekent shak. Betekent, twijfel. Het betekent tegenstrijdigheid. Het betekent dit. Want als je tegenstrijdigheid, dan heb je twijfels. Zie je het? Hij zegt hier la rayba met een la en plus die fetha. Klopt dat of niet? Weet je wat hij zegt met andere woorden? Ik bevestig je nu dat er totaal geen rayb is in dit boek. Totaal niet. Ik daag je uit. Ga maar zoeken. Dat is wat de Koran hier zegt. Alleen hierin. Dus deze ayah. Tuthbitul i'jaza. Lara. Het begint als bij de eerste. Zie je dat? Koran Karim. La rayba fihi. En dan is er nog iets. Yani hier zegt Allah subhanahu wa ta'ala. La rayba fihi. Maar in andere ayahs gaat om het khamr van het dunya, van de akhira. Allah subhanahu wa ta'ala zegt. La fiha ghawlun. Wa la hum anha yunzafun. La fiha ghawlun. Want de ism la is aan het eind. Fiha is de voor. Bij hier, la rayba fi is eerst rayb, de ism la, en dan pas jarom jarom fihi. Moeilijk. Moeilijk om dit allemaal te begrijpen. Waarom daar zo en daar niet zo? Heeft een betekenis. Duidelijk? La rayba fi. Ala kulli hal. Maar Allah subhanahu wa ta'ala, wat zegt Allah subhanahu wa ta'ala? La rayba fihi. En daarna zegt Allah subhanahu wa ta'ala. En dan zal ik inshallah afsluiten. Ik wil je alleen maar zo, omdat jij een houvast geven waarom jij als moslim de Koran echt met je handen, met je hersenen, met dit, met je hart, alles vast moet houden. Omdat de Koran het woord is van Allah, niet zomaar boek. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, Hudan lil muttaqin. Liflamin zalika al kitabu la rayba fihi. Hudan lil muttaqin. Hudan is al masdar. Hada yahdi hudan. Al huda betekent leiding. En hier staat het is een leiding van de muttaqin, van de godvrezenden. Dat is zo kunnen we die globaal begrijpen. Maar de vraag is nu, is de Koran zelf de hudan, of zit er huda in? Dat is het, dat is de vraag. Is nou de Koran leiding zelf, of de leiding zit in de Koran? Mashallah. En nu gaan we kijken. Hudan hier betekent in de taal Arabisch masdar. Een masdar. Ik zal je een voorbeeld geven. Als je zegt in het Arabisch, kataba Muhammadun risalatan. Of yaktubu Muhammadun risalatan. Yaktubu Muhammadun risalatan. Dus Muhammad schrijft een brief. En die kataba of yaktubu, kan je iets van maken, heet een masdar. Die masdar daarvan heet kitabatan. Of katban. Kitabatan. Werkwoord. Dus kataba is werkwoord. Maar Mohammed zelf. Hoe noemen wij die? Yani als jij de kitab, dus het schrijven, wil toeschrijven aan Mohammed. Mohammed is dus een schrijver. Schrijver. En hoe zeg je dat in de taal Arabia? Ism, niet fa'il, maar ism. Want je zegt katib, toch? Zo wordt hij in het Arabisch genoemd. Ism fa'il. Dan zeg je Mohammedun katibun. Katib. Want hij doet het schrijven. De vraag is nu, als Mohammed klaar is met het schrijven, kan je hem nog steeds katib noemen? Discussie erover. Hele diepe discussie erover. Niet alleen maar in Lugha al-Arab, maar Usul al-Fiqh. Usul al-Fiqh, een ander verhaal weer. En daarom zeggen we tegen mensen van, hou op met zomaar Koran te interpreteren uit je eigen ding, zeg maar, uit je eigen meningen, zonder teruggaan naar de ulema. Vooral als je niet op het niveau bent. Dus hier, de geleerden, zij zeggen, yani katib, als hij klaar is met het schrift,
Je kan het niet letterlijk bedoelen. Want hij is toch klaar met schrijven? Je mag het wel figuurlijk bedoelen. Het is alleen majaz. Zo noemen ze dat in de Arabia. Maar in de Koran Karim zou je toch ook zeggen: Alif Lam Mim Zalika al-Kitabu La Rayba Fihi. Je zou toch ook hadin, toch? Want de Koran Yahdi. De Koran die geeft je leiding toch tot iets. Dan is de Koran hadin. Normaal gesproken zou de ayah hier de Koran hadin moeten zijn. Want de Koran is hadin. Maar in plaats dat hij ism fa'il gebruikt, gebruikt hij el masdar. En dat is hoeden. Beetje een moeilijk verhaal. Het is een beetje een moeilijk verhaal. Waarom doe ik dit? Ik zal je zeggen waarom ik dit doe. Zodat jij insha'Allah ta'ala weet dat de Koran al-Karim, geloof me, elke ayah wat erin zit, is een bahr, is een zee van ma'ani, van betekenis, van dingen, van noem maar op. Met andere woorden, als wij de Koran echt gingen lezen, met de juiste instrumenten, juiste manier, als de umma de Koran echt gaat lezen, en ik heb het niet over reciteren, alleen echt gaat lezen, wallahi al-azim, dan zouden we yani, alle problemen die er zijn, niet alleen maar voor moslims, maar ook voor niet-moslims, opgelost hebben. Alles. Misschien denk je dat ik nu overdrijf, maar ik overdrijf niet. Wallahi al-azim, dit is zo. Dit is zo. Alle oplossingen voor de problemen die er zijn, kun je vinden in de Koran Karim. Alle rahma, alle barmhartigheid die er hoort te zijn tussen de umma en de umma, wallahi, zit in de Koran Karim. Zit hem in de Koran Karim. En daarom zeggen we tegen onze jongeren, tegen moslims hier, hou je vast aan de Koran. Hou je vast aan de Koran. Yani, de Koran is het licht. Dat kunnen we ook laten zien aan de anderen. We kunnen ook het licht laten zien aan de anderen. De Koran is niet alleen maar het licht voor ons als moslims. Echt niet. Het Koran is het licht ook voor de niet-moslims. Alleen het probleem wat ik zeg vaak. Hoe kan nou het licht gezien worden met bril die zwart is, zo. Als je een zwarte bril hebt en je hebt geen zicht, ja, kun je nog het licht nog zien? En dat is het probleem. Er zijn mensen, ma'al-asaf, er zijn jongeren, er zijn mensen die een bril hebben van duisternis en die doen ze op en dan gaan ze de Koran lezen. En dan lezen ze de Koran aan de hand van die bril die zij in hun ogen hebben. En dan kom je in het probleem. Maar als je echt die bril van duisternis weghaalt en je bent eerlijk met jezelf en je kijkt neutraal naar de Koran Karim met de juiste instrumenten naar de Koran Karim, Allahu Akbar. Dan zijn we de beste umma die er is. Dan zijn we sowieso. We wel begrijpen. Dan zijn we sowieso. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ukhrijat linnas. Walakin ma'al asaf in deze tijd, we zijn onze status kwijt. Waarom zijn we onze status kwijt? We zijn onze status kwijt omdat we de Koran al-Karim hebben weggegooid daar achter ons rug. En ik heb het niet, nogmaals, je moet hem begrijpen. Niet de Koran al-Karim achter, want we hebben heel veel huffaz. Miljoen, miljoenen huffaz hebben we uit hun hoofd. Ik heb het dus niet alleen maar over al-hifz. Ik heb het over het begrijpen. Ik heb het over de leiding halen van de Koran al-Karim. Ik heb het over yani, dat we de Koran onze yani, hoe noemen ze dat, die, waar je de weg mee kunt vinden? Navigatie. Yani, tom, navigatie. Dat is ons probleem. We hebben de navigatie van de Koran al-Karim hebben we weggedaan en we hebben de navigatie van andere ideologieën aangenomen. En dat is fout. Nee, je haalt gewoon de navigatie van het leven. Navigatie van het leven. Wallahi al-Alim is de Koran al-Karim. Lidalik alaikum istimsaku bihi. We moeten met z'n allen samen daar. Mijn excuses, ik heb jullie te lang hier gehouden. Jazakumullahu khairan. En dit is wat ik wilde zeggen over het punt van de Koran al-Karim. Jazakumullahu khairan. Als er een vraag is of iets, of een opmerking, dan kun je dat doen, inshallah ta'ala. Jazakumullahu khairan.